Dinsdagmorgen als er 15 spelers en 3 keepers op het veld staan die zich langzaamaan gaan voorbereiden op dat Europa League duel met Benfica van aankomende donderdag. Een thuiswedstrijd in het Philips Stadion. 2 geschorsten voor dat duel, Orlando Engelaar en Erik Pieters. En terwijl de selectie op het ene veld traint, zien we Wilfred Bouma een apart programma afwerken onder leiding van Luc van Acht op het andere veld. Niet veel later komt ook Danny Koevermans naar buiten. Hij heeft nog steeds last van die onwillige kuitspier, maar dit is een goed teken. Iemand die op voetbalschoenen buiten weer rondjes loopt. Ondertussen is de selectie op het andere veld bezig met een partijvorm aan de ene kant. En aan de andere kant zien we Anton Scheutjes en Andreas Isaacson. Dat betekent dat Casio Ramos en Jeroen Zoet meedoen aan de partijvorm. En dat ze een balletje kunnen trappen zien we hier. Casio houdt het overzicht, balletje breed op Berg. Even later zien we Jeroen Zoet verdedigend ingrijpen. Verovert de bal en legt hem goed af. De bal blijft in de ploeg. Hij moet er zelf om lachen, Jeroen Zoet. Tot slot nog een partijtje op een klein veld. En daarin laat Stijn Wouters zien in vorm te zijn. Wacht lang, passeert Andreas Isaacson. Felicitaties zijn van Bakal en Marcus Berg. En niet veel later opnieuw een doelpunt van de jonge Belg. Een harde knal in de korte hoek. En Wouters laat hiermee zien dat hij klaar is om eventueel de geschorste Erik Pieters of Orlando Engelaar te vervangen.